CBN Prime Alert van dinsdag 26 mei 2015. Uw aandacht voor de headlines. PL-kandidaat Kaul, NDP en PALU hebben kiezers omgekocht in Koroni. Geerja Singh, VHP zal nu meer dan ooit moeten luisteren naar achterban. Strijd tussen Van Koblijn en Tellecht heeft NPS zetels gekost in Paramaribo. Steekpartij na politieke discussie. Budike, flink gestrooid met pakketten en grondpapieren in Komowijnen. Partijen die NDP-regering zullen vormen moeten voorzichtig zijn, zegt Stanley Ragubarsing. Jouw volk wil geen verandering. En zus mishandelt broer met metalen pijp. We zijn er thans in het centrum van de Percheel Luhur, waar we staan met de kandidaat van de Percheel Luhur voor het district Koroni. En dat is dan de heer Ivan Kaul. Meneer Kaul, Fafi. Ego. Ja? Ja, dat zijn we. Hoe is het allemaal voor u afgelopen in het district Koroni? Oh, de man verrast me dat van Koroni, man. Echt. Dus ik ben denk dat ja, ik kan bij Apwaan zetel dat. Maar dat nog wel zo. Dus omdat die Yusuf is in Koroni, dus alles zie. De man kan naar kapitaal. Kapitaal is bepaald. Ja. Dus Yusuf is nu. Yusuf is dat ik mijn haling, maar je staat met Goji. Volgende verkiezing met Godoro naar werk voor die. Maar is dat sterkte voor PLBD in Koroni? Eigenlijk PL sterkte bij Biggie, vaarlijk bij Biggie. Ik heb mijn achterban aan mijn bakken. Maar in de laatste afuur. Dus 6 uur gaan met die 7 uur allemaal los me, omdat je de kapitaal wakker in de uur dat hij. Daarom ik daar ben ik een schwakke. Maar zomaar los kapitaal? Dus je ziet dat een paar partij aan een palo. De man gaan veel kapitaal, ja. En boven de man gaan stem, vooral de oma's, Sankanshi. Dus Yusuf is ziet dat hij de man van NDP gaan stem, die denk dat de play, dat de manchi. Ja, maar ga door dan aan mij, dus mis op dat we go die 2020. Ja, maar je hebt bewijs de sandis, zei je dat ja, maar die lukken nog, mi was het, lalik, oma voor mij, me kades, maar mis op alle koronisma, en alle koronisma sap mij. Dus daarom ik met dat ik, als maat is je boem, afro nog kase, aan elkaar rij brom, is heel grond, maar dan, in een uur zou ik go stem, de ineesje. Dan mis me vinden dat ik, was al moest zo dat ja. Om een sting, ik bedenk voor haar in Koroni? Ik bedenk voor haar sting voor Koroni voor wie zo'n 300 stemmen. Ik ben zeker dat ik me kan bevinden, maar aan dat nog leuk. En om een kiesie? Ik kiesie niet 126 denk ik. Ja. En is de partijleiding, Percheel Luhur, is die teleurgesteld in u? Oh nee, eigenlijk. De saptaki de san beb sakba, maar mi betegi de mi beji de hoop dat ki nee. Koroni, alla desma ben de achter me ja, alla sma ben de nambaka, dus mi bedenk dat ki mi bohaling. Omdat nanga at ap twee parte ya NPS nanga mi, nanga Percheel Luhur, u bedenk tak toch u beka aluan sitel. Maar nanga suma i verrast moro, nanga a overwinning fu NDP of a overwinning fu PALU in Koroni? Dus alle toe. We denken dat we de NDP, tussen NDP en VC, maar dat nog bij ons zou kunnen voor PALU en NDP. Dus PALU hebben een sterkte in Koroni eten? Ja, eigenlijk in het begin vanaf 7 uur gaan met die tangen 3 uur. De sterkte bij de VC van de NDP eten. Maar daar ben ik kunnen voor 5 uur zo. 5 uur gaan met 7 uur. De ziet dat hij dan de man van mij, je ziet dat de man gooit in PALU's. PALU's revolus money? Dus eigenlijk eigen kapitaal naar PALU, dat de meteen dat PALU aan NDP ja. Dus daarom heb ik mijn man, uno man zeg ik mijn man ben gewoon naar kapitaal, mijn bent dat altijd, we go clean, dus daarom heb ik. Maar a populariteit voor Yusuf in Koroni, a Biggie of a Biggie? Mijn populariteit in Koroni, Biggie moro ala desma persoonlijk mi bendu mi minawa social yong dus mi de altijd mi bendu social rokoji koroni dus mi edu alasan dus mi altijd etaki
San Paramaribo Unikiri, appraise, aden kostprijs voor cement. 36 SRD, dat is er 36 in corona toe. En die min of ben op afstand dat in corona, als men die kost 45 in corona. Dus als 10, 4 duims 10 kost 3,75, 3,50, met jaar komt op 2,50. Dus alles, mijn bewaan dat corona moest ben draaien, ontwikkelen met in corona. Ja toch? Maar volk nog zie dat die in? Dus dat niet tegen corona naar een district, dat is mijn forget go. Dat is mijn forget go, omdat ik tegen dat ik coördinator voor NDP schrijf, bezorgd is mag dat ik corona naar een biggie smaak dat ik. Dat is mijn biggie, dus aan bevolking zo biggie, dat is mijn biggie, dat is mijn loop money. Dus daarom heb ik de mandat ik kon altijd, dat ik mijn demand dus aan de wani. Mij ik kon laatste moment, dat moest zo doen. Daarom heb ik, lijk van de mate ik nu, paal naar NDP. Dat ik vind dat ik 2020 baka pas de mogen corona, baka golu kude corona bevolking. En dat ik heb ze in het 2010 kom in 2015. Dus de afgelopen 5 jaar, meneer Paul, nu ben ik ook die corona? Ja, alle de corona ben ik, te paal ik qua corona, dat ik naar Dungro reed. Maar je ziet dat ik Adisa kon, dus alle de reed saka. Dat is bij wie naar wat je dan. Bogo moni de naar wat je. Maar je tang roko gide maf corona, ondanks dat in elkaar inzien met jou? Ja, omdat ik altijd ben de one fighter die corona, ik ben voor die corona altijd. Mina sesi nanga chimboy ay akhyar manga mi ouma betang dus mi be fe jikoroni altet ate mi betay mi ouma taki mi ode wa hostel mang ya to en mi ma betang a foto para maribo en ti mem gua koroni nanga fere dan mi besor gu taki mi be ser brede nanga merki in koroni mi ma be sen brede ko nanga merki da mi ere seri nanga baisigri dus da mi me charen go doro. Helemaal duidelijk, meneer Kou. Dank u wel. U blijft politiek actief? Jawel, dus meer ook door politiek actief dan mijn werk schrijf. Ja, mijn bedrijf zelf. Dank u en heel veel succes. Oké, dank u. Het volk heeft gesproken in alle 10 kiesdistricten. We staan er in het kiesdistrict Kommerwijnen, waar de heer Shailendra Girja Singh namens de VHP, V7, toch wel binnen is. Heer Girja Singh, u bent er binnen. Alleen weten we nog niet, maar hoe de kaarten er nu eruit zien, toch wel in de oppositiebanken. Nou, laat me het ervan zeggen dat inderdaad, het is nog niet zeker welke kant we opgaan. Als partij, als combinatie V7, hebben we ons best gedaan, als een bijzondere VHP. En we hebben voor het eerst, volgens mij na 1987... voor het eerst gekomen de VHP zulke hoge cijfers heeft, namelijk 3150. Ik denk dat ook de VHP de meeste stemmen op een kandidaat heeft gehaald. Dus dat geeft al aan dat er belief is in de partij, dat de partij recht heeft om te bestaan. En dat sowieso dat bij de eerstvolgende onderhandelingen van verkiezingen de VHP sowieso geen genoegen gaat nemen met een tweede plaats. We zijn een partij die hebben bewezen dat we bestaansrecht hebben en niet meer een tweede viool moeten spelen. Ja. Nu toch de meeste resultaten binnen zijn, heer Girja Singh, merken we dat de meeste partners binnen V7 toch weer ernstig teleurgesteld hebben? Ja, goed, teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld in de partners. Wanneer er onderhandeld wordt, dan heeft men illusies en dan schept men verwacht. Mijn situaties waarbij je zegt van kijk, daar ben ik sterk, daar ben ik sterk, daar ben ik sterk. Als we zo luisteren zouden we eigenlijk misschien iets van 40 zetels moeten halen. Uiteindelijk zie je de realiteit is dat partijen aan het slinken zijn, partijen kleiner zijn geworden, het contact met het volk missen. Je moet hoe je keer met draait wat je wil zeggen, met alle respect voor de overige partners in V7 verband. De VHP is gegroeid, de VHP blijft groeien, is de grootste partij in de combinatie, domineert ook. En jammer genoeg dat de partners niet mee hebben gewerkt, maar als je werkt zwakke mensen, dan trek je elkaar naar beneden. En ik vind het heel jammer,
dat het zo is uitgepakt. Als we kijken naar Paramaribo, dan vind ik het heel jammer dat wij daar als VHP zo'n grote partij zijn, maar toch maar 1 of 2 bezettingen hebben. Omdat tijdens het onderhandelen er heel moeilijk wordt gedaan. Tijdens onderhandelen wordt er gezegd hoe groot en sterk we zijn. In de praktijk blijkt het niet zo te zijn. En dat zag je ook tijdens de rit, de combinatie tijdens het maken van propaganda. Dat men niet zo groot is als men zegt. En het is de VHP die groot is geworden. Het is de VHP die is gegroeid. En de VHP kan aantonen dat zij is gegroeid. En de VHP gaat verder groeien. Dus ik vraag mezelf af, ja, hoe zit het meer, hoe verder met deze combinatie? Sowieso, dat zou ik net gaan vragen met dit gegeven. Welke roep of welke taak ligt er nu op de schouders van de VHP? Nou, afgesproken is samen uit, samen thuis. En de VHP heeft zich altijd getoond een volwaardige en betrouwbare partner te zijn. Gelukkig in de overeenkomst staat er dat als partijen uit elkaar willen gaan, zij dat moeten aangeven. Dus je kan alle kanten opgaan. Wij moeten ons diepgaand nadenken over hoe verder. Nogmaals, ik praat hier op mijn eigen titel, wat ik had gedacht. Om te zeggen van ga en kijk over, is het nog zinvol om als V7 op te gaan? Moeten we als V7 één partij worden? Snap je? Dat iedereen erin omgaat is een issue, is een mogelijkheid. Of moeten we zeggen van we stappen allemaal eruit? En we zeggen, we hebben een leuke tijd met elkaar gehad. Laten we elkaars achterban gaan versterken. Of je eigen achterban gaan versterken. Dus je kan alle kanten op gaan. Maar als je mij precies vraagt, is dat ik eerst diepgaand wil analyseren. Waar de zwakke punten zijn, waar de sterke punten zijn. En wat de gevolgen van kunnen zijn. Als je alleen de verkiezing ook in zou gaan. Dus ik weet dat met samenwerken je samen sterk bent. Dat weet ik, dat is een goed uitgangspunt. Maar samenwerken met zwakke broeders is een probleem. Maar wat leeft er onder de VHP'ers? Nou, onder de VHP'ers, ik ben vanmorgen kapot gemaakt met mijn mensen. U bent zelf hier in de kleine olifant. Allemaal die komen van, we moeten naar mogelijkheden kijken. Ik heb gezegd, misschien hebben we deze oorlog, of deze slag verloren, maar de oorlog nog niet. Het is ook niet riant voor de NDP op dit moment. Ze zitten met 26, of als ik me niet vergis, met 25. Dus ze kunnen links gaan met AC. Dan krijg je dezelfde rotzooi wat er tot nu toe is gebeurd. Waarbij AC niet voldoende controle kreeg op het beleid van de regering en omgekeerd van de NDP. Je hebt gezien wat er met het ministerie van Justitie gebeurd is. Je hebt gezien wat met delen van de Surinaamse bevolking is geweest door angst vanwege de criminaliteit. Dus dan kies je daarvoor of je kiest voor V7. En, dus nogmaals, de kaarten zijn niet geschud. Voor geen enkele partij is er op dit moment een hoera-stemming. Dat je aantal zetels heb gehad is mooi, maar ga regeren dan. Gaat u regeren? Of gaan ze weer met 26 beginnen met het quorumprobleem? Ja? Dus er is geen reden voor geen enkele partij om te zeggen, hoera, ik ben er. Maar er is ook geen reden voor een enkele partij om te zeggen van luister, ik ga treuren. Er is reden voor de partijen om naar elkaar te luisteren en naar elkaar te kijken hoe verder met dit land. Welke richting gaan we op, denkt u? DNA of VVV? Als je het zo bekijkt, en met een 26 overwinning, een 25, 26 overwinning, is men niet in staat de president in 1 ronde te kiezen in DNA, dus ze zal richting VVV moeten gaan, denk ik. En dan weet ik niet wat daar de sterkte is. En dan zal de discussie wel losbarsten over omkoperij, denkt u? Ja, dat denk ik ook, ja, dat men daarover gaat nadenken. Nu al is de discussie los over het omkopen van DNA-leden. Er zal een ronde daar moeten gaan, als het ze niet lukt. Dan gaan we kijken naar de tweede ronde om te kijken aan het VVV. En we hopen dat in VVV het niet lukt om mensen om te kopen. Met hoeveel stemmen bent u binnen in Kommerwijnen, heer Girjassi? 3160 ongeveer. Dat is meer dan 2010. Ja, dat is meer dan 2000. Ja. Er is een groei in de partij, je had het ook. En trots je de tegenstander je zo heeft geslagen, vernederd en rancunus is geweest, ben ik gegroeid en ik ben ze dankbaar dat ze dat met me hebben gedaan, dat ik in de picture ben gebleven en dat ik in ieder geval de VHP, de kiezer, de VHP heeft verzekerd dat de VHP recht heeft van bestaan in Kommerwijnen en nogmaals dat we geen genoegen meer gaan nemen met de tweede plaats. Wat gaat u doen, heer Girjassi? Ik bedoel, men heeft weer het vertrouwen in u gelegd. Wat wil je gaan betekenen?
Nou, ik heb de kunst als een van weinige DNA-leden die vanuit de oppositie grote projecten tot stand te brengen. Als je denkt naar de vier hulppolies die wij in onze periode als oppositie hebben kunnen bewerkstelligen. Anderen doen het ook wel ook hoor, maar waarschijnlijk had ik een beetje meer geluk. Ik ga doorgaan. Ben ik links of ben ik rechts, coalitie of oppositie? Ik heb mij een taak genomen, het waterprobleem te helpen oplossen. Het fileprobleem te helpen oplossen. De problemen die hebben aangekaart tijdens de verkiezingen te helpen oplossen. En dat doe ik vanuit de oppositie of vanuit de coalitie. Meneer Jessing, heel hartelijk dank en heel veel succes verder. Graag gedaan. We staan er nu in Grundjari aan de Johan Adolf Pengelstraat. Ja, toch? Mijn hart. Ja, opnieuw hè. We staan er in Grundjari aan de Johan Adolf Pengelstraat en we staan er met de lijstduwer voor de Nationale Partij Suriname in V7-verband. En dat is dan de heer Wijn Tellig. Heer Tellig, het volk heeft gesproken. Een beetje teleurgesteld of verrast? Verrast, teleurgesteld natuurlijk, je bent mens. Maar laat me zeggen, de Nationale Partij Suriname die gaat ervan uit dat we in een race zitten. We doen mee aan verkiezingen en op het moment dus dat de stembus open gaat, dan heeft niemand één stem, niemand één zetel. En dan vraag je dus het volk om een besluit te maken op basis van of het gevoerd beleid van de zittende regering of de campagne die gevoerd is door de regering die vraagt om ondersteuning. En het volk brengt dan stemmen uit en dan neemt het volk daarmee een besluit en het volk geeft aan van jij mag dat doen of we zijn nog niet genoegzaam overtuigd van die verandering. Wat het precies is, daar zullen we dus de analyse moeten maken. Maar ja, ik had persoonlijk anders verwacht. Wat is dan nu huiswerk die dan V7 NPS heeft meegehad met het verkiezingsresultaat? Laat me voor de NPS praten. Ja. Ik denk dat de NPS een transitie doormaakt. We hebben een nieuwe leiding gehad, verjonging, vernieuwing, verbetering, verandering. En toen rolden we dus direct, eigenlijk kwamen we uit een interne verkiezing. Dan moet je zorgen dat je de gelederen dicht. We zijn direct gerold in een verkiezing, een nationale verkiezing. En ik denk dat het een zware job is. Ik heb de voorzitter van nabij mogen volgen. En ik denk dat hij een fantastische job heeft gedaan. Dat de resultaten tegenvallen. Dat heeft dus zeker niet gelegen aan de inzet van onze voorzitter en niet de leiding van de partij. We moeten nog de analyse maken wat de factoren zijn die hebben gespeeld. Als je het mij vraagt, denk ik dat we de juiste weg zijn opgegaan. Misschien is het nog niet te zichtbaar geweest. We komen van een traditie eigenlijk, was geworden vanwege het feit dat we met allerlei moeilijke zaken in het land bezig waren op te lossen. Het land op spoor te brengen. Dat we het direct contact met de straat, het volk, hebben verwaarloosd. We hebben dat opgepakt, maar misschien is dat vertaald als een verkiezingsstunt. Het is een way of thinking, het is een way of life van de NPS. En wij gaan vanuit de oppositie, mocht het zijn dat we in de oppositie, de voorlopige resultaten zijn daar. Goed, het lijkt op een oppositie. We zijn bereid, we hebben die positie al eerder ingenomen. We weten hoe het is om dit land te dienen vanuit de oppositie. We gaan niks uit de weg. Belangrijk is dat we de juiste mix inmiddels hebben gepresenteerd aan die samenleving op weg naar de verkiezing. Een mix waarbij we werken aan zaken in het land. We kritisch de regering in dit geval begeleiden. Maar we het contact met die achterban hebben opgepikt. En zorgen dat wanneer het gaat om onze mening, zijn DNA, buitenparlementair of waar dan ook op een podium, dat we de taal van het volk spreken, omdat we in contact zijn met het volk. Ik denk dat het een belangrijk punt is dat we hebben bereikt. En ja, laat ons kijken wat de officiële resultaten zijn. En dan, wat ik nu al weet, is dat we vanuit welke positie dan ook, waren we in de coalitie, in de oppositie, welke positie dan ook, de Nationale Partij Suriname, die is een partij waar veel geloof in hebben. We hebben een aantal zaken neergezet in het land. We moeten gewoon even kijken wat, hoe de juiste vertaling van wat we hebben gedaan en wat we nog kunnen doen en moeten doen. Mogelijk heeft het gelegen aan de vertaling.
Je zou als politiek moeten kijken, heb je de juiste benadering gebruikt? Heb je, althans gebruik gemaakt van de juiste benadering, heb je de juiste woordkeus gebruikt? Een analyse moet je maken. En ik denk dat we genoeg deskundigheid hebben om te zien hoe die aansluiting moet plaatsvinden van die verjonging, vernieuwing, verandering naar het volk toe. Aansluiting, vertaling van wat we willen gaan doen. En als het volk dat doorheeft, dan denk ik dus dat de partij ready is to go. Wat we ook hebben gezien is dat in de districten waar het percentage wat betreft dus de mensen die zijn gaan stemmen hoog was, daar VC even goed heeft gescoord. Nikeri, Saramaka, Wanika. De conclusie die ik heel voorzichtig wil trekken, is dat de zwevende kiezers het hebben af laten weten. Mogelijk hebben ze dat verhaal van de NPS niet volledig begrepen en waren ze een beetje moe van de zittende regering. En bij een lage opkomst, dan zal je hebben dus dat de diehard, we kennen de NDP'ers, die wel naar de stembus gaan. En dan de zwevende mensen van wie wij dat moesten hebben, als je kijkt naar de peilingen ook, die zijn thuisgebleven. En dan krijg je zo'n resultaat, ja. Waar zijn voor de NPS toch wel de grootste verrassingen geweest? In de zin van, waar hadden jullie op verkiezingswinst verwacht, maar dat is uitgebleven? Laat maar zeggen, emotioneel en belangrijk voor ons was het district Koroni. In Para hebben we een klap moeten verwerken met eigenlijk het verraad van meneer Kensenhuis. We hebben dus daar alles bijeengehaald, een nieuwe kandidaat gezet. Het is niet gelukt, maar ik denk dat Para intact is. Een zetel niet halen wil niet zeggen dat ik klaar in een district. We gaan door in Para. We hebben een traditie met Para. Para kent de NPS. En ik denk dus dat we wat dat betreft teleurgesteld zijn, maar niet te neergeslagen zijn. In Paramaribo, daar moeten we nog de juiste cijfers krijgen. We hebben daar een stemadvies uitgebracht. Blijkbaar is er op de verkiezingsdag en kort daarna een andere instructie gegeven. We moeten nog kijken wat de schade daarvan is, een goede inventaris daarvan maken. Ik denk dat wanneer, by the way, het duurt wel te lang vind ik, maar goed, wanneer de juiste cijfers uit zijn, dan weten we wat het aandeel in Paramaribo is van de NPS. Dan kunnen we de juiste analyse erop loslaten. Ja, de interne strubbelingen binnen Paramaribo, dan hebben we het over uw positionering en dat er stemadvies op u was uitgebracht en dat meneer Van Koblijn er daar duidelijk heel veel moeite mee had. Is dat ook doorslaggevend geweest, vindt u? Ik denk dat naar elke samenleving waar je als partij iets probeert uit te stralen, dat dit soort interne dingen mogelijk invloed kunnen hebben. Laat me voorzichtig zeggen dat het invloed heeft gehad, als ik zo luister naar mensen. Ik denk dat we intern moeten kijken hoe we hiermee dealen. Het is belangrijk dat als je in zo'n belangrijk proces bent als politiek voering, dat je eensgezind zaken doet. En dat je je schaart achter besluiten die zijn genomen. Als je je daarin niet terug kan vinden dat je de juiste kanalen bewandelt, zeker naar buiten toe, is het belangrijk dat we als Nationale Partij Suriname eensgezind optreden. Ik denk dat de leiding van de partij daarmee zal dealen. Als je het mij vraagt, heeft dat ons ook qua imago naar de samenleving geschaad. Hoe zit het met de stemmen die naar u toe zijn gebracht? Want volgens de niet-officiële resultaten die er nog zijn, worden de namen van de heer Gregory Rusland genoemd, dat van Patricia Etnel, dat die twee mogelijk binnen zijn. Hoe zit het met u? Tuurlijk worden die twee namen genoemd, omdat men ervan uitgaat dat je dus volgens de normale werking van de lijst gaat. Voorkeurstemmen, dat zal je weten wanneer dus de cijfers er daadwerkelijk uitkomen. Laat ons hopen voor mij persoon dat het volk heeft gekozen dus dat ik het werk daar mag doen. Van mij weten ze dat als ik het niet in het parlement doe, ik het wel elders doe. Maar als je eenmaal de politiek instapt, moet je als politicus elke functie vanuit elke hoedanigheid zorgen dat je zeker wat betreft de oppositie, dat je je stem laat horen kritisch. Niet oppositie vanwege oppositie, maar wel kritisch begeleiden van het beleid. Omdat binnen de democratie het belangrijk is dat je die kritische stem ook hebt. Duidelijk, heer Weentellig, we wachten ook allemaal de resultaten, eindresultaten af. Dank u wel en succes voor dit moment. Ja, graag gedaan.
De 34-jarige Brian K. en de 30-jarige Dati M. hebben elkaar tijdens het vechten steekverwondingen toegebracht en zijn zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis. Deze steekpartij vond maandagavond plaats in de Nieuwzorgweg. De mannen waren niet aanspreekbaar. Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat K en M een politieke discussie hadden die op een gegeven moment ontaarde in een gevecht. Ze haalden toen scherpe voorwerpen tevoorschijn en gingen elkaar daarmee te lijf. Dit laat het Korps Politie Suriname weten. Deze zaak is in onderzoek bij de politie van Bureau Latour. En wij van TBN Prime Alert zijn bezig om vandaag toch wel vraaggesprekken te voeren met de verschillende DNA-kandidaten over hoe zij toch wel terugblikken op de verkiezingen van gisteren, 25 mei 2015, maar ook over hun eigen kandidaatstelling en of zij wel de eindstreep hebben behaald. En zo zitten wij dan bij NPS, V7-kandidaat, de heer Marlon Budeke in het district Kommerwijnen. Heer Budeke, u hebt de boot gemist. Ja, helemaal. Dat ik in de boot zou zitten was al vraagtekens. Ik zat natuurlijk op die derde plek met stemadvies daaronder. Maar dan nog niet te min hebben we ons best gedaan. En ik werkte voor de derde zetel. Zielig genoeg. Alle hoop ten spijt. Naar de cijfers kijken. Echt niet wat ik had verwacht. Hoor. Maar ja, het was een zware strijd. Het was een strijd waar het geld waarschijnlijk heeft bepaald. Ik had een low budget campaign. Dan nog niet te min heb ik een mooie ervaring achter de rug. Hoe is het nu dan gesteld met de Groene Partij, de Nationale Partij Suriname in Kommerwijnen? Ja, als we naar de cijfers kijken, ziet het er niet fraai uit. Vreemd genoeg, ga ik u zeggen, als ik zelfs kijk naar de mensen die ik heb gesproken, de mensen waar ik ben geweest, de achterban die er misschien tot een week terug nog achter stond, dan zaten we er niet slecht voor. Maar het vreemde is dat je dan op de dag van de verkiezing heel andere cijfers ziet. Wat we wel weten is dat hier in Kommerwijnen de strijd in de laatste week vanuit de regering toe omhoog is gestoten. Met heel groot, heel veel pakketten. 2-3 pakketten per huis. Perceelbeschikkingen. Zelfs waar zij geen beschikking hebben gegeven, zijn er gezegd. Hé, je beschikking is een enorme fout, Mickey, ik is een trawiki. En zij hebben een flinke budget gehad en hebben flink ook zelfs tot de laatste dag voor werkdag nog mensen in dienst genomen. En het heeft waarschijnlijk zijn vruchten afgeworpen. Want zelfs in gebieden waar wij sterk stonden, schrik je van de cijfers. Maar ja, het volk bepaalt, het volk beslist. Het volk kiest ervoor, laat me dit zeggen, de regering die nu aan zet is, deze regering, moet nu eens een keer gaan bewijzen dat zij een land zonder geld kunnen runnen. Ze hebben het al die tijd met geld gedaan wat wij voor ze lieten. En vandaag staan ze op een punt waar zij nu aan dit volk moeten gaan bewijzen dat zij een land kunnen runnen zonder geld. Heer Budeke, wat gaat u nu dan toch wel verder doen? Stapt u uit de politiek? Blijft u in de politiek? Kijk, je hebt weinig mensen die het hard hebben om te werken. Ontwikkeling brengen, inkomen wenen, heb ik vanuit de kant gedaan waar ik niet eens aan de macht was. En ik kan u zeggen, meneer Ganesh, wat Budeke allemaal heeft helpen bereiken. Hij heeft het niet alleen gedaan, maar het heeft wel bereiken inkomen wenen. Helpen zelfs assembleeleden niet gedaan. De toegangen die Budeke zichzelf creëerde. Dus om nu te zeggen, ik stap de politiek uit. Ja, het zal aan de Groene Partij ook liggen. Ik ben NPS'er. Ze hebben me van alles aangeboden en ik ben NPS'er gebleven. Kijk, u bent in mijn kantoor gekomen. De NPS heeft een kantoor in Kommerwijnen. Dus om dat op te doeken, dat is zinloos. Er zijn mensen, ook al hebben ze anders gestemd, omdat men ze mooie dromen heeft voorgehouden. Dan nog weten wij dat een dag komt dat de NPS, zeker hier in Kommerwijnen, nog steeds een factor zal zijn. Zelfs vanmorgen al klopte men van, hé, wap jeppie van de hoedoe. Ik kan je poenang zo of zo.
En het enige wat ik ze toen zei, zei ik ga mijn best doen. Op dit moment ben ik weer een burger, net als u geworden. En ik gil dan ook even hard als u, want ik zit niet meer in de structuren van het district. Ja. Maar wat is het huiswerk dat NPS Kommerwijnen daar nu heeft meegehad? Zo, er komt een heel nieuw ding. Het was stond al, ik heb pas overgenomen met niks. Nu heb ik wel wat administratie. En wij gaan moeten kijken hoe wij dit alles, vooral met de jongeren, ik ben nu al begonnen met jongeren, en kijken hoe wij dit kunnen verder doorstomen, dat wij over 5 jaar kunnen zeggen, Biedeke heeft een administratie, de NPS Kommerwijnen heeft een structuur waarop hij kan verder bouwen. Want wat wij nu duidelijk hebben gezien is dat de structuur waarmee ik heb gebouwd, gewerkt, niet dat ze niet hebben gepresteerd, maar het is duidelijk dat zij niet zijn wat in mijn mind, in mijn idee zit. Dus we gaan echt moeten praten als kernvoorzitters hier en alle werkgroepen om te zien hoe, wat en waar we naartoe gaan. Is de heer Biedeke minder populair dan meneer Polak? Hij heeft minder geld, drinkt geen alcohol, heeft geen voorzieningen. Mijn mannen klagen, want we kopen geen alcohol. Hij feest niet. Meneer Biedeke, men zegt altijd, je kijkt zo serieus, maar hij is een serieus mens. We verbrassen niet. Een lekkere sofie, een lekkere eten is er altijd. Deze voorzitter kookt voor zijn leden. Maar alcohol, daar schieten we vanaf. Minder populair dan Polak. Polak is populairder dan mij. Maar wat in mij zit, heeft hij echt niet. Is dat dan doorslaggevend geweest? Ja, als je 400 mensen aan het werk neemt, als je mensen met mooie praatjes, met jawel en ja komt in orde, alleen maar ja, zoet houdt. Nu moet meneer Polak gaan bewijzen dat hij wat hij ze heeft beloofd over de afgelopen 2-3 maanden, daadwerkelijk voor deze mensen doet. Want hij weet wie ik ben. Ik ben een man van woord. Als je tegen mij doet aan Sanjing, dan moet je doen gaan. Maar dan hoor je het man als putu. Polak staat op een kruising waar hij moet bewijzen dat hij deze mensen niet voor de gek heeft gehouden. En ik hoop dat meneer Polak alles wat hij heeft toegezegd voor ze doet. Op hoeveel stemmen had u gerekend, heer Marlon Biedeke? En op hoeveel bent u tot nu toe volgens de officiële resultaten toch wel geëindigd? Ik had op meer dan 1000 gerekend. En ik weet niet als ik de 300 heb gehaald. Zo slecht is het gegaan. En maakt voor mij niet uit. Ik weet dat ik van mijn district houd en altijd van mijn district ga werken. En we zullen zien. Het volk heeft beslist. Wij moeten ons daarbij neerleggen. Ik wil zelfs verder gaan. Kande wa ogri sachawambung. Wat zij nu met de NPS Kommerwijnen hebben gedaan. Want men weet, ik ben een eerlijk mens. Je ziet zelfs mensen zitten hier bij mij en we discussiëren dingen. Maar kan dit, maar ook die Bochawambung. Want eerlijk, ik wist niet hoe deze puinhoop op te ruimen. Je weet wat 6 miljard is. Is meer dan die hele ontwikkelingshulp die wij hebben gehad in 1975. En om dat op te ruimen is niet makkelijk. Om in combinatieverband te werken, in V7-verband, heeft de NPS daar toch wel, nu de resultaten bijna bekend zijn, voordelen eraan gehad? Nou, we waren en zijn misschien nog niet ready om alleen de verkiezing in te gaan. Ik denk dat ik wel wat resortraadsleden heb gehad, zeker 1 DR-lid. Dus er is een kleine structuur daar binnen. Alhoewel Biedeke er niet meer in zit, is de afspraak dat wij maandelijks bij elkaar komen met zij die er wel in zit om te kijken hoe wij alsnog met de inzichten van de NPS, met de inzichten van Biedeke, een beetje verandering kunnen brengen in dat alles. Ik heb ze beloofd, wij gaan door, ik ga jullie begeleiden. Ik ga ook dat ding dat geen organisatie was, NPS Kommerwijnen tot een organisatie maken. Die afspraak hebben we anders ook niet het werk op mij hebben genomen, want meneer de Loes Sani. En wij gaan kijken hoe wij kunnen werken met de weinige structuren die wij binnen hebben gehad vanuit V7. Alsnog een beslissende factor in Kommerwijnen te zijn. Zoals wij in de persoon van Biedeke de afgelopen 5 jaren beslissingen hebben gedaan qua ontwikkeling. Ja. Als de NDP toch wel wil samenwerken
dan vraag ik dat met bijvoorbeeld de NPS. Zou de NPS zich dan toch die samenwerking moeten aangaan? Kijk, NPS is een gelovig partij. Wij geloven in God. En misschien is dit de wil van God. Laten wij rustig in de oppositie blijven. En laat de NDP met zijn meerderheid nu, precies wat ik u aan het begin zei, bewijzen dat zij een land kunnen runnen zonder geld. Ze hebben het altijd met geld van ons gehad. Nu hebben ze het van zichzelf zonder geld gehad. Laat ze nu bewijzen dat zij dit land kunnen runnen. Komen wenen, eerlijk gezegd is er bitter weinig gedaan. Bitter weinig en toch ziet u wat de uitslag is. Toch ziet u een partij groeien van nauwelijks 2000 stemmen naar 6000 zoveel stemmen. Dus misschien moet wat er in de komende jaren gaat gebeuren een wake-up call zijn voor het volk. Want precies wat ik zei, een leider is een voorbeeldfiguur. En ik heb hier geen voorbeeldfiguur gezien in de leiders die wij nu hebben. Duidelijk, heer Marlon Biedeke, heel veel dank en heel veel succes toegewenst. Thank you my friend, en ook aan jullie, Charauro Kogodoro. Dus misschien ligt een deel daarin dat het tellen van de stemmen langer geduurd heeft, omdat je toch al die 170 of 180 mensen door moet lopen. En het betekent dus voor Paramaribo dat van elke 11 mensen die meedoen, dat er slechts één daarvan gekozen wordt. Maar ja, die stembureaus moeten ze toch allemaal tellen. Heer Rogobarsing, wat is toch wel de belangrijkste rol geweest van het wetenschappelijk bureau van de VHP bij de voorbereidingen na de verkiezingen toe voor V7, maar met name voor de VHP? Ja, in een aantal stappen. Mm-hmm. Kort na de vorige verkiezingen mm-hmm. in 2010 hebben we binnen de VHP de bestuursverkiezingen gehad. En toen is dus het bestuur onder leiding van Janssen ook hier gekozen. En dat heeft een nieuwe wind doen waaien in de VHP, in het bestuurlijke. En die nieuwe wind was ook een betere wind, een goede wind van goed bestuur, van goed leiderschap, van meer openheid, van meer mogelijkheden tot communicatie, meer mobilisatie van mensen. En je ziet dat dus ook in de spirit bij de VHP'ers. Vervolgens is de discussie geweest, hoe gaan we naar de volgende verkiezingen van 2015? Okay. Want in de VHP was een grote discussie, gaan we alleen of moeten we met anderen samenwerken? En met name Hert Leeuw Ramadien en ik hebben zitten rekenen en gekeken naar ons kiesstelsel, gekeken naar de laatste vier verkiezingen en wat daar uitkomt. En de uitkomst was van dat het alleszins de moeite waard is om samen te werken. Dat is niet makkelijk gegaan, omdat zowel binnen de VHP als met de partners van de VHP heel veel mensen moeite hadden met de gedachte van samenwerken, mm-hmm. ook met andere partijen. En het heeft moeite gekost om iedereen ervan te overtuigen dat, ook al ben je het niet altijd met iedereen eens, dat je toch in dit land, waarin we met al die groepen met elkaar wonen en leven, dat het belangrijk is om met elkaar toch manieren te vinden om met elkaar samen te werken. Want als je niet voor de verkiezing met elkaar samenwerkt, na die verkiezing ga je het toch moeten doen. En dus de winst is, als je voor de verkiezingen met elkaar samenwerkt, is dat je met name op de RR, want die discussie is nog even niet aan de gang, we tellen nu die 51. 51, precies. Maar iedereen concentreert zich iedereen is nu geconcentreerd op die 51, maar na morgen gaat de discussie over die 919 RR en DR losbranden. En dan is het uitermate belangrijk dat we dus... En dus die discussies zijn geweest in de VHP. Laten we zeggen, ik ben een beetje lang geantwoord op uw vraag. Het wetenschappelijk bureau van de VHP heeft in de afgelopen 3-4 jaren gewoon voortdurend zitten rekenen, zitten beargumenteren welke richting, hoe adviezen blijven geven en... We hebben vanuit het wetenschappelijk bureau heel, heel voldaan gevoeld dat met heel veel respect naar onze adviezen gekeken is. En het betekent niet dat een hoofdbestuur en een voorzitter al die adviezen hoeft over te nemen, maar die zijn met heel veel waardering zijn die geaccepteerd. En wij denken dat we daar de partij in dienst mee hebben bewezen. Dat wetenschappelijk bureau is vervolgens in de volgende fase verder gegaan in een totaal wetenschappelijk adviesbureau voor de V7. En
In dat opzicht zijn we achter de schermen, hebben we veel werk verricht, ook richting deze verkiezingen. Ja, heer Agubar Singh, u hebt in het bestuurlijke gezeten van het land van Suriname. Om aan de vooravond van de verkiezingen toch wel bekend te maken aan de totale Surinaamse gemeenschap wie jouw vicepresident wordt van de Paarse Partij. Hoe moeten we dat... wat zegt u daarop, Lamiket? Ja, het is uitermate een politiek spel. Mm-hmm. Ik wil niet het woord opportunisme gebruiken, mm-hmm. maar het is inderdaad een opportunistisch argument geweest. De verkiezingen zijn geen verkiezingen voor de president en voor de vicepresident. Maar ik bedoel, wat iedereen ook ziet en zegt, het is gedaan om Hindustanen te paaien en Hindustanen te krijgen op de NDP-lijst. Dat is in 2010 gelukt. Permisser is ook in mijn buurt rondgegaan en heeft volledig de indruk gewekt. We gaan een Hindoestaanse presidentskandidaat hebben en vervolgens is hij aan de kant gezet. Maar het heeft ertoe geleid dat in 2010 25.000 Hindoestanen op de NDP gestemd hebben. Ik denk dat de NDP hetzelfde probeert nu met Ashwin Adhin. Door hem te noemen en de illusie te geven dat hij die dat wordt. Het ligt aan de NDP zelf hoe ze campagne willen voeren. Ik denk dat het binnen de NDP zelf niet goed valt. Omdat er binnen de NDP, je weet dat er mensen zijn in de NDP die sinds jaar en dag die partij steunen, die partij opgebouwd hebben, die de fundamenten zijn van die partij. De Simons, de Permissers, de mensen die de Missie Kabas, en om nu te horen van er komt iemand die... Een nieuwkomer, ja. En wat we ook zien hebben bij vicepresident Robert Amerali, is dat als VP's en presidenten zonder politiek draagvlak die functie vervullen, dat hun macht geen basis heeft. We hebben dat bij VP, ik wil niet onvriendelijke dingen zeggen over VP Amerali, hij vervult de functies, dus de tweede man in ons land. Maar wat je gezien hebt is dat dus die functie powerless blijft, omdat hij niet gefundeerd is in de partij. En in feite is dat dus ook de truc die hier uitgehaald wordt. Ashwin is niet gegroeid in de NDP. Ashwin heeft geen basis in de NDP. Zijn verankering zit niet in de NDP. Ashwin heeft geweldig werk gedaan als voorzitter van de Culturele Unie Suriname. Hij is daar opgevallen. En ik denk dat onverdeeld iedereen daar heel erg tevreden over is geweest. Dat is zijn basis. Dat is zijn basis van identiteit, van macht, van power. Zijn basis is niet die politiek. Niet dat het niet kan groeien. Maar vandaag heeft hij dat niet, ook niet in de NDP. Dat betekent, ik kan je op een briefje geven wat er gaat gebeuren met Ashwin Adhin als hij, ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat dat gewoon een politieke set is geweest. Maar als hij in die functie komt, dat het risico is dat hij met hetzelfde lot beschoren is als Robert Amerali. Ja. De NDP heeft die troef uitgespeeld. Het is prima, de verkiezingen zijn geweest, we tellen vandaag. De mens verschilt van elkaar, maar ik denk als iemand een lotto wint, hij toch wel anders reageert toen het bekend werd gemaakt dat hij VP-kandidaat wordt. Zijn reactie, die sprak boekdelen. Ik neem aan dat als je toch wel zo'n hoge functie aan jou toebedeeld wordt, dat tenminste dat toch vooraf met jou afgesproken moet worden. Of krijg je dat cadeau en je bent er nog niet ready voor? Ik ben erg blij zoals u dat zegt, meneer Riz. Want eigenlijk geeft het ook aan hoe de voorzitter van de NDP met die functies omgaat. Mm-hmm. Het zijn cadeautjes die hij links en rechts geeft. De functies zijn de hoogste functies van het land. We gaan naar verkiezingen. Het zijn functies waarvan we lang en diepgaand over nadenken. Omdat de problemen van ons land er zijn en die moeten getrokken worden, geleid worden. En dat betekent niet dat Ashwin geen goede kandidaat zou zijn voor wat dan ook. Maar ik ben het 100% met u eens. Dat doe je niet in een half dronken bui op een politiek podium. Dat doe je na goed overleg met elkaar. Waar je praat met partners. Waar je praat van is dit de juiste keuze voor je land. En je ziet ook in het bestuur van de NDP de afgelopen jaren. Hoe ze met mensen in gezaghebbende functies zijn omgegaan. Ministers die afgedankt werden. Het is iets wat ze niet afleren. Het is eigenlijk is dat jammer.
Het is prachtig voor Ashwin Adhin, omdat wie dan ook je zegt van Ashwin Adhin, wij, of meneer Ganesh, wij achten je capabel genoeg om vicepresident van dit land te zijn. Het is altijd voor de persoon een geweldige eer. Normaal. En het is een streling voor je ego. Ieder van ons wil graag erkenning hebben. Normaal. En dat zal zeker ook bij Adhin en zijn familie spelen. Maar ik denk dat als ze er goed over nadenken en als ze dat in perspectief zetten van de geschiedenis van het NDP, van wat er gebeurt met mensen die in de NDP voorgedragen worden voor die gezaghebbende functies, als ze dat in perspectief zetten, hoe je topmensen in het land moet kiezen, dat ze ook zien dat ze in feite door de leider van hun eigen partij voor de gek gehouden worden. Ja. Toen u minister was, heer Raghubar Singh van PLOS en LVV, hadden die ministeries toen ook taskforces gekend? Nee. En zou u als minister willen werken met taskforces? Eigenlijk hadden we deze discussie voor de verkiezingen moeten hebben, ja, ja. Maar die is ook geweest. Ja. Inderdaad, ik denk dat als we iets moeten doen, straks ongeacht welke regering komt. Er komt de regering, na morgen is het veld duidelijk, er gaat een regering komen. Ongeacht welke regering komt, wat je moet doen en leren uit periode 2010-2015 is... Vandaar dat ik de vraag ook stel. Ja terecht zegt u dat. hol die ministerie niet uit. Hol de functie van die ministers niet uit. Die ministeries hebben een functie. Die ministeries hebben een taak. En het is niet makkelijk. Maar niemand kiest je om een makkelijke taak te doen. De job die je hebt is om het land te besturen. En die job die je hebt is om het te doen op een manier waarbij de macht gedeeld wordt. Niet waarbij de macht geconcentreerd wordt in één hand. En dat is te veel gebeurd. Het is een van de grote kritieken op de regeerperiode 2010-2015, namelijk dat de macht van de ministeries is uitgehold naar taskforces rondom het kabinet van de president gegaan is. En dat het te veel in een soort glijdende grijze schaal richting, ja, dictatuur mag je dan niet zeggen, want zo is het dan niet. Maar het is te veel geweest het gebruiken van de democratische structuren om toch richting dictatuur te gaan. En ik denk dat dat de grote kritiek is geweest. En ik denk ook dat wie gaat besturen na morgen en een regering gaat vormen, leer alsjeblieft dat het op een andere manier kan. Het is misschien niet de makkelijkste manier, maar het is wel de beste manier om niet je ministers uit te hollen. Je ministers zijn geen wegwerpartikelen. Okay. Je ministers zijn je belangrijkste bestuurders. Die moet je zorgvuldig koesteren. Die moet je ook als je ze aan de kant zet, ook als een minister niet voldaan heeft, moet je die met respect blijven behandelen. En ook dat is verkeerd gegaan in 2010-2015... Ik denk dat vandaag, op het moment dat die verkiezingen er zijn en we wachten op de uitslagen en we een evaluatie moeten maken van de afgelopen 5 jaren, dat dit de punten zijn waarvan we zeggen, nieuwe regering, let op deze zaken. Ja. 41 zetels, is dat een illusie of een realiteit? Of kan dat realiteit worden? Zoals dat aan de vooravond van de verkiezingen is ook aangegeven. Ja, laat me een ondeugende opmerking maken. Ik denk dat ze in de war zijn. In 1987 hebben ze meegedaan en toen had het Nieuw Front, had 41 zetels. Want 10 zetels konden we... Het was zo erg in ons land in 1987. Ja. Onze jonge mensen weten dat niet. We konden niet in het hele land verkiezingen organiseren. Zo onveilig, dat was de situatie waarin we in 7 jaar met Bouters aan de regering, aan het hoofd van dit land, waar we terecht waren gekomen. Het hele binnenland was onveilig. Die 10 zetels van het binnenland waren. Het was niet mogelijk, niet veilig om daar verkiezingen te houden. Maar en ik geloof dat de Palu 1 of 2 zetels in het parlement had. De rest was allemaal voor een Nieuw Front. Men was het spuugzat. Dat bestuur, dat dictatoriale bestuur van de militairen. 80-87. We hebben toen gezien dat het in financiële termen totaal finaal kapot gemaakt was. We hebben helaas gezien in 1990 dat ook weer aan de grond zat, in 96-2000. En laat me zeggen, dat is de volgende les voor wie gaat besturen. 2010-2015 heeft weer de basis gelegd voor een financiële wanorde, een financiële crisis. En het betekent ook dat de regering die komt, vanaf dag 1 deze zaak als eerste prioriteit moet adresseren. Dat al die mensen die geleverd hebben, dat mensen die voor Carivesta geleverd hebben, mensen die voedsel geleverd hebben voor scholen, voor veiligheidsdiensten. Vandaag hoor ik nog van 2 bedrijven dat ze
niet meer willen leveren, dat ze 2 jaar lang geen geld hebben gehad, dat die problemen opgelost moeten worden. Je kan niet besturen in een land en zeggen van we gaan een gouden kerst tegemoet. En vervolgens, want ook ik heb af en toe kritiek op ons bedrijfsleven. Omdat het in het bedrijfsleven niet alleen om geld gaat. Maar wat je hier ziet gebeuren is dat het bedrijfsleven dat een functie vervult in de gemeenschap, diensten levert, dat de regering die oneerlijk behandelt, dat mag ook niet. En die regering behandelt ze oneerlijk omdat ze gewoon dat geld niet meer hebben, ze hebben het verbrast. En dus ook dat is voor een volgende regering, de regering die komt, gaat dat probleem moeten oplossen. Heer Rogobar Singh, toch nog een laatste vraag. Wat ziet u? Gaan we naar DNA of naar VVV? Dat is heel erg afhankelijk van wat de uitslag vanmorgen, later op de ochtend, laat zien. En wat ik u eerder zei, in die V7 hebben we dus echt geanticipeerd van als wij naar de VVV moeten, moeten wij dat kunnen winnen. Ik denk ook dat als we naar de VVV moeten, dat wij dat ook echt winnen. En dat is nog een punt wat wij voor de komende dagen, niet eens als de volgende regering zit, maar in die periode van de komende dagen heel goed in de gaten moeten houden. We hebben perioden in ons land gekend na verkiezingen dat er een situatie is geweest van overkopen van mensen. Dat mensen een prijs hebben gehad. We hebben dat ook gezien nu voor de verkiezingen met overlopen. Er is altijd wel een beetje overloop voor de verkiezingen. Maar zoals dat afgelopen campagne geweest is, is ongekend. En ik denk niet dat het de bedoeling is van de politiek. Weet je, een van de goede dingen die gebeurd is nu bij deze verkiezingen is dat een heleboel mensen zich aangediend hebben. Dus heel veel nieuwe mensen die zichtbaar zijn geweest op de lijst. Dat is een positief punt. Ook wat positief is, is dat een heleboel mensen betrokken willen zijn in de politiek. En dus als ze niet gekozen zijn, moeten de partijen niet denken dat ze verloren zijn. En probeer die mensen eerlijke mensen te houden. Maar wat fout gegaan is in deze periode, is dat dat overlopen een slecht voorbeeld is. Omdat soms, misschien vaker, dat overlopen niet op basis van principes heeft plaatsgevonden, maar op basis van wat is mijn directe voordeel. Het is afkeurenswaardig. En als wij dat, en laat me zeggen, ik denk dat erg belangrijk is, dat wij als politieke partijen elkaar moeten proberen te kunnen beloven de komende dagen. Dat zaken als omkoperij van kandidaten, dat niet mag gebeuren. Dat is in het verleden gebeurd. We hebben gezien die regeringen die op die manier tot stand zijn gekomen, zijn uiteindelijk gevallen. Het hele volk is op straat gegaan om ze weg te jagen. Ik denk dat wij politici die gekozen zijn straks, als parlementariërs, als RR, als DR-lid, dat zij het vertrouwen dat ze genieten van de kiezer, dat ze dat niet beschamen door zich omkoopbaar op te stellen. Dat zij zich daadwerkelijk gedragen als gekozen volksvertegenwoordiger, als vertegenwoordiger van het volk van Suriname. De vergoeding die ze zullen ontvangen is meer dan voldoende. En wij verwachten van ze dat ze zich niet omkoopbaar opstellen. En dat we met ons allen op ons actief verblijven. Dat wij alert zijn en dat wij, zoals we vandaag de verkiezingen hebben gehad, inderdaad in de traditie, zoals Suriname dat heeft, vrije, geheime, eerlijke verkiezingen in een goede sfeer met elkaar, dat wij die traditie doortrekken, dat het fatsoen blijft en ook in het natraject van deze verkiezingen. Rogobar Singh, heel hartelijk dank en heel veel succes. Graag gedaan. Kijkers en luisteraars, na een hele korte break zijn we weer terug bij u in de huiskamer en voor de luisteraars weer ook terug bij jullie. Dag kijkers en welkom bij verkiezingen Suriname 2015. Het is zover geweest. Suriname die heeft vandaag haar stem uitgebracht. En u weet het, karakter van deze verkiezingen, zoals elke ander die we hebben gehad, zijn de algemene, vrije en geheime verkiezingen geweest. We begrijpen dat er in totaal 352.970 mensen vandaag hun stem moesten uitbrengen. Tot vanmorgen begrepen we dat 66 oproepingskaarten nog onbesteld waren. Die moesten, of mensen hadden die nog niet in handen en bepaalde politieke partijen.
en of combinaties maakten zich daarover toch wel ernstig zorgen. Verder hebben 4 combinaties deelgenomen aan deze verkiezingen en het gaat om V7, de alternatieve combinatie, ANC en Megafront. Daarnaast 7 politieke partijen, de NDP, DOE, APS, DRS, PING, NOP en PALO. Voor mij is het een groot genoegen om toch wel te gast te hebben in de studio van Trishul Televisie, de voorzitter van de PING, tevens presidentskandidaat, de heer Ramsunder Jou. Heer Jou, welkom ja. In de studio van Trishul Televisie. Ja, dank u wel, meneer Guinness. Het is u ziet er een beetje genoeg uit, meneer Jou. Ja, ik ben moe, ja. Ja, zware dagen. Ja, al een paar dagen, ja. Weinig hoe lang slapen. Bent u al zo, hoe lang, hoeveel dagen bent u al zo bezig geweest? Nou, langer dan een week, ja. Dan een week, zeker. Bijna 2 weken al, ja. Meneer Jou, we willen toch wel graag dat u de kijkers vertelt hoe uw dag vandaag is geweest. Hoe laat bent u opgestaan? Hoe is uw dag begonnen? Ja, ik ben heel vroeg opgestaan. Normaliter sta ik een beetje later op, 8:30, 9:00. En vandaag was ik voor 7 al uit bed. En wat is de eerste gedachte dat u opkwam? Nou, ik moet de mensen gaan mobiliseren om te kijken wat er op het veld gebeurt vandaag. Een historische dag, mogelijk. Zegt u? Ja, historische dag. Ja, voor mij sowieso een historische dag. Ja. De voorbereidingen voor de PING, hoe is dat allemaal geweest? De voorbereidingen waren een beetje stuntelen gegaan. Mm-hmm. U heeft het zelf gemerkt. We hebben heel wat tegenslagen gehad. En een grote tegenslag ook wat wij hebben gekregen naast dat van de corona. Waren ook zaken als bijvoorbeeld de pers. Waren de pers niet mee. Mm-hmm. We zijn heel veel geboycott geweest door de pers. Wat is volgens u toch de oorzaak daarvan geweest? Omdat de pers het niet gewoon is dat iemand eerlijk is. Mm-hmm. De pers, een deel van de pers, laat me niet allemaal zeggen. Een deel van de pers zit liever corrupte mensen, bandieten aan de regering dan een eerlijke persoon. En ik kan het zeggen met volle borst. Ik heb het gemerkt. Ik heb artikelen geschreven, artikelen die doorbraak zouden brengen voor de partij. En die artikelen worden gewoon achtergehouden, die worden niet in de krant geplaatst of worden niet op websites geplaatst. Gewoon, het is gebeurd. Zo is men in Suriname, men is corruptie al gewoon geraakt. Okay. En dat is een hele, voor de pers betreft, vind ik het echt een diepgang. Het is heel triest dat de pers zo af is gegaan in mijn ogen. Hebben alle mediahuizen zich daaraan schuldig gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Ja, er zijn wel anderen die wel... Ja. Maar zegt u dat een beetje toch wel ook in uw nadeel heeft gewerkt? Of behoorlijk in uw nadeel? Ik heb ze vanaf het begin gezegd. Mm-hmm. Dat de pers heel belangrijk is in de samenleving. Een van de belangrijkste poten van de samenleving. Voor een goede samenleving. Je wil hebben dat het publiek, dat de bevolking goed geïnformeerd wordt. Want stemmen is kiezen. En wanneer je maar van één kant hoort, dan kan je niet goed kiezen. Dan ga je alleen maar kiezen van wat je hoort. Maar ik vind dat je de kiezer niet moet onthouden, de visie en de doelstellingen van andere partijen. Ook al ben je nieuw. De visie en doelstellingen van welke partij dan ook is de plicht van de pers om dat te brengen naar de gemeenschap. En dan pas kan de gemeenschap kiezen en zeggen, ik wil tussen die wil ik die en die en die kiezen. Maar dat is niet gebeurd. Want veel zaken van mij zijn achtergehouden. Ja. En dat zegt u dat ook direct en of indirect heeft meegewerkt aan toch wel... Ja, als het negatief uitvalt, niet naar onze verwachtingen toe, dan is de grootste boosdoener in deze de pers. En een deel van de pers, laten we dat duidelijk zeggen. Precies, voordat wij want toch anders ook... Anders gaan ze weer zeggen, meneer Jouw, beschuldig de pers weer. In feite moet ik me ook een beetje schuldig voelen. Meneer Jouw, beschuldig de pers weer. Ja, toch? U zei, u bent begonnen met mobilisatie, heer Jouw, vanmorgen vroeg. Heeft u toch wel veel mensen kunnen mobiliseren? Hebben de mensen van u toch wel veel mensen kunnen mobiliseren vandaag? Nou, het ging om werkers. Hè. Ja. Dat was die mobilisatie. Mm-hmm. Maar we hebben niet voldoende werkers gehad. Want er zijn te veel stembureaus. Mm-hmm. Dus sowieso al die stembureaus bemannen. Is voor ons als nieuwe partij een hele moeilijke zaak. Ja, maar dat hebben we niet kunnen doen. Is dat ook belangrijk? Heeft dat ook invloed op het stemgedrag van de mensen? Enigszins, hoor. Ja. Niet voor 100%, maar enigszins wel. Mm-hmm.
Want soms komen mensen bij een stembureau en dan zeggen ze, oh, ik zie die andere partij, ik zie Penny dus. Wat is het? Is Penny is er niet? Of is Penny geïnteresseerd? Weet je, dat soort dingen spelen wel een rol. Hè? Ja, ja. Ik vind het wel jammer dat dat ook een rol speelt, maar het is de realiteit. Ja. En hoe laat bent u zelf gaan stemmen vandaag? 11 uur. Waar is dat gebeurd? Kleefja, openbare school Kleefja. Ja, ja. Met een entourage of u? Nee, ik was een paar mensen. Om ja, ja. Een paar, dus geen show? Nee. Allemaal nee. Heel rustig? Ja, ja, ik had wel een paar sympathisanten met mij. Ja, ja. Bestuursleden ook. Ja. Ja. Heer Joe, wat zijn uw verwachtingen? We staan toch wel nog enige tijd verwijderd van de resultaten. We hebben sowieso als mediahuizen hebben wij toch wel toegang tot straks de niet officiële resultaten, maar enkele resultaten van wat stembureaus en dat zullen we dan blijven deze avond toch wel blijven delen met die gemeenschap. Ja, ja. Wat zijn toch wel uw verwachtingen voor wat het vanavond of morgenochtend nog vroeg nog kan worden? Nou, ik verwacht toch wel een aantal zetels binnen te halen. Mm-hmm. Ja, verwacht waar, ik wel, ja. Welke gebieden, welke plaatsen denkt u daar? Ik denk meer in Paramaribo. Oké. Okay. Is Coroni een verkeken zaak? Eventueel. Ja, ik heb het gevolgd de laatste week. Mm-hmm. En het heeft veel deining gebracht daar. Ja. Waardoor het geloof een beetje is gaan wegzakken bij het publiek voor wat Pink betreft en Coroni. Okay. Maar ja, het zat een beetje erin dat het ding gebeurd was. Hè. Want we gingen meer om de eerste, maar we gingen om één zetel daar. Mm-hmm. En als de lijsttrekker wegvalt, dan krijg je sowieso een probleem om dat op te vangen. Ja, maar even terugkijkend, terugblikkend, heer Joe. Als u toch wel nu, dan willen we nu niet zozeer de persoon gaan bespreken, maar ik zeg uit alles leer je wat. Mm-hmm. Als u toch wel zegt om in 2020 bijvoorbeeld wederom mee te doen aan de verkiezingsrace, gaat u daar wat zorgvuldiger omgaan met ja, de selectieprocedures van sowieso, kandidaten? 100%. Mm-hmm. Het is een leerrijke verkiezing voor mij geweest. Ik heb allerlei mensen over de vloer gehad. Mm-hmm. Ik heb oplichters over de vloer gehad. Ik heb goede mensen gehad. En ja, het is heel leerrijk. Er zijn mensen die echt gekomen waren om je op te lichten. Ja, ze dachten, meneer Joe, sorry, shopping, dat is allemaal money. Mm-hmm. Dan gaan we even go dog going naar partij. Dan gaan we weer een paar centjes armer maken. Weet je, dus zijn oplichters geweest ook, hoor, bij ons, die binnen maar zijn gekomen. Gelooft u mensen ook een beetje te snel? Waarschijnlijk heb ik mensen een beetje te snel geloofd, bepaalde van die lui. Maar je leert ermee. Hè? Kijk, ja. Het is niet op je voorhoofd geschreven. Je bent in een politieke partij. Dus allerlei mensen gaan zich aanbieden. Helemaal. Vooral mensen van andere partijen, want je bent nieuw. Dus de meeste mensen die jij krijgt, zijn mensen van andere partijen. Ja, toch? Naast die first voters zijn alle andere partijen mensen die in andere partijen zitten. Maar welke van ze zijn die echte en welke zijn die onechte? Dus daar kan je wat foutjes maken bij het beoordelen. En dat is gebeurd bij een paar van die oplichters, ja. Ja, ja. 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 En Joe, meneer Joe? Dus wat ik gemerkt heb, hoor, wat ik wil even verder op inhaken. Okay. Mm-hmm. Dat deze oplichters die ik tegen ben gekomen, allemaal uit de NDP zijn gekomen bij mij. Dat kan ik wel zeggen. Zegt u dat met zoveel woorden als dat er dan een scenario opgezet werd door deze mensen? Of het een scenario was, weet ik niet. Maar het is typisch. Ik heb er een paar gehad. Mm-hmm. En die waren NDP'ers. Okay. Maar ze zijn door de mand gevallen. Mm-hmm. Nog voor de verkiezingen? Voor de verkiezingen, ja. Ja, ja. Voor de verkiezingen, ja. En deze meneer Sinal was ook NDP'er. Of een ABOP'er? Nee, hij was NDP'er. Mm-hmm. Later wilde hij in een ABOP stappen. Mm-hmm. Voor 35.000. Ja. En hij kreeg maar 1000 mm-hmm. op het vliegveld Zonnegeho. Toen kwam hij terug bij mij en zei, meneer Joe, sorry, ik heb een fout gemaakt. Ik zeg, nee, kom niet terug, sorry. Ik kan jou niet vertrouwen. En zo heb je er meerdere gehad die van dat kamp kwamen. Ja, maar ik neem ook aan dat naast de enkele minder goede kandidaten, laat ik toch wel zorgvuldig zijn in mijn bewoordingen, daarnaast enkele minder goede kandidaten neem ik aan dat toch wel u ook heel goede kandidaat. Ja, zeker. Heb ik wel, ja. Zeker.
Wat is de bedoeling met die kandidaten die misschien toch wel buiten de boot zullen vallen? Als ze buiten de boot vallen, het is de bedoeling dat we doorgaan. Okay. Deze partij is een beweging. Mm-hmm. Want PING is een afkorting van de partijnaam. En de naam, zoals u weet, is Partij voor Integriteit, Nationale Motivatie en Gelijke Kansen. En het is een beweging omdat deze naam universeel is. Je kan hem overal in de wereld gebruiken. In het Engels, in het Nederlands, in het Frans, waar je ook wil. Het gaat om een partij voor integriteit, nationale motivatie en gelijke kansen. En het grootste probleem in de wereld is de corruptie in alle landen. Corruptie. Want corruptie is een misdaad, is de grootste misdaad tegen het volk. Het is een misdaad tegen het volk. Het is crimineel. En als je dat niet aanpakt, dan krijg je dat soort problemen zoals je dat hier nu hebt in Suriname. Armoede. Want corruptie, die brengt armoede. Okay. En armoede brengt criminaliteit. Dat is het. En daar zitten we mee. Ja. Vandaag, heer Joe, heeft u wat oneffenheden meegemaakt? Of zijn zaken u ter oren gekomen dat zaken misschien niet richtig zijn verlopen op stembureaus of ja, bij de verkiezingen? Nou, ik heb iets meegemaakt waar ik was gaan stemmen, mm-hmm. op Klevia. Mm-hmm. Waarbij de First Lady was betrokken. Mevrouw Boutersen was daarbij betrokken. Ik liep terug van de stemming nadat ik gestemd had. En zij kwam met een hele grote groep. Mm-hmm. Dus uiteindelijk werden we gedrongen in een hoekje om dan mijn weg te kunnen banen naar huis. En door die drukte, en een van die meisjes die met haar liep, die kwam in mijn oor van we gaan voor vijf. Mm-hmm. Helemaal in mijn oor. En iemand van mij die het zag, die zei, dat mag je niet doen, je deed hetzelfde. Mm-hmm. En toen ze dat hoorde, dat vond ze niet mooi. Ja. Ze vond het niet prettig dat ze op de fout gewezen werd. En ze zei direct, wat zei ze? Ze heeft iets gezegd, ze heeft gereageerd van, jij hebt me aangeraakt. En jongens, ik heb je niet aangeraakt. En mevrouw Boters, die kwam direct, gelijk, bam. Ja, ik heb gezien, je hebt haar aangeraakt. Terwijl ze naar voren keek. Ze keek niet naar achteren. En heeft ze gelijk, ja, je moet nooit meer doen. Je hebt haar aangeraakt, je hebt haar aangeraakt, je mag het nooit meer doen. Is helemaal in de jongste gezicht. Okay. Zonder als te vragen, wat is er eigenlijk gebeurd? U zelf heeft zich niet bemoeid met deze zaak? Nou, ik wilde me niet mee bemoeien. En toen heb ik gezegd, mevrouw, het is niet waar. Toen zei ze, daar lieg ik. Ik zeg, ja, daar liegt u. Want die man heeft het niet gedaan. Dan zegt ze, jij, alleen maar leugens vertellen, alleen maar leugens vertellen. Ze begon ze tegen mij, alleen maar leugens vertellen, alleen maar leugens vertellen. Ik zeg, als ik leugens vertel, waarom heeft men mij dan geen antwoord gegeven bij de debatten? Ze hebben twee kansen gehad. Bij Bova en bij mevrouw Simons. Maar ik heb datzelfde heb ik aangehaald over die corruptie. Maar ze hebben me geen antwoord kunnen geven. Dus ik lieg niet. Dus het zit ze dwars. Dat ik die dingen naar buiten heb gebracht. Dat het zit ze dwars. Ja, precies. Het is duidelijk. Het zit ze dwars. En toen kwam er eentje. En die zei me, nakkie dadelijk. Ik zeg, wat? Ik zeg, jongen. Als jij één vinger met jouw vinger aan mijn lijf komt. En toen begon hij uit te schelden. Termen, als je de termen hoort. Dat is zo'n lichtkleurige jongen, die forse kerel. Ja, termen, als termen, man. Ik zeg, aha, dat is dat gespuis, ja. Mm-hmm. Ik zeg, dat is dat gespuis. Ja. Dus dat is toch niet zo... Ik heb toen maar niks gezegd. Ja, ik zeg, ja. Dus, niet zo leuk afgelopen. Ja, ik vond het erg. Ja, ja. Ik vond het erg. Ja. Want als jij de presidentsvrouw bent, dan moet je tenminste vragen, maar ik weet wat er gebeurd is, maar je gaat niet direct met je vinger, ja, dus, nooit meer doen, moet nooit meer doen. Is mijn dochter, moet nooit meer doen. Oké. Claudia L. is op 19 mei aangehouden en in verzekering gesteld voor zware mishandeling van haar broer D.F. De verdachte heeft haar slapende broer ettelijke keren met een metalen pijp op zijn hoofd geslagen, met het gevolg dat hij zwaar gewond is geraakt. Hij is voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Volgens verklaring van de verdachte werd zij
haar kinderen en overige huisbewoners vaak door DF met de dood bedreigd. Dat DF haar daags voordat zij hem sloeg met een mes had bedreigd en dat haar kinderen al geruime tijd in angst leven, daar ze heel bang zijn voor hun oom. De metalen pijp en een mes zijn door de politie in beslag genomen.